Ons land voert ook visserijcontroles uit op zee. Dat gebeurt met schepen van de marine. Dit incident dateert van september 1993. Een Nederlandse kotter neemt grote risico's om een controle van zijn vangst en van zijn vistuig te vermijden. Hij vlucht op volle kracht in de richting van de Nederlandse territoriale wateren. De keer zijn jongens, incroyable. Muiden 18, Arne Muiden 18. U hebt gehoord dat wij alle instanties verwittigd hebben. U zal in Nederland vervolgd worden. Voor de laatste maal kunt u nog steeds de motoren stoppen en komen wij aan boord om de schikkingen te treffen. Over. De schipper werd later enkel gestraft voor weerspannigheid. Andere overtredingen konden niet bewezen worden.